Deze video gaat over de cosinusregel. In deze video ga ik je laten zien wat de cosinusregel inhoudt en ik ga een voorbeeld bespreken waarin we deze kennis gaan toepassen. Maar allereerst, wat houdt de cosinusregel in? Nou, ik heb hier weer even dezelfde driehoek getekend als bij de sinusregel, dus ook weer met die vaste letters. En dit noemen we alfa, want die zit bij A, beta bij B, gamma bij C. En verder, zijde A is tegenover hoek A, zijde B tegenover B en zijde C tegenover hoek C. Voor de cosinusregel geldt, net als voor de sinusregel, dat je die in elke willekeurige driehoek mag gebruiken. Dus er hoeft niet per se een hoek van 90 graden in te zitten, dat maakt helemaal niet uit. Je mag hem in elke willekeurige driehoek gebruiken. De cosinusregel kent eigenlijk drie vormen. En die drie vormen heb ik hier even opgeschreven. Ik zal ze even met je doornemen. Allereerst zie je hier staan, a kwadraat is b kwadraat plus c kwadraat min 2 keer b keer c keer de cosinus van alfa. Nou, hier zie je iets soortgelijks op de tweede en de derde regel. En zie je dan dat we dan steeds gewisseld hebben van zijde. En hier staat de b vooraan, staat de a daar. Heb je hier ook weer a en c, hetzelfde als wat hier staat. En tussen haakjes staat altijd de hoek die hoort bij de zijde die vooraan staat. Dus hier staat a alfa, b beta en c dus gamma. Nou, die cosinusregel heeft dus drie vormen. En welke vorm je kiest hangt helemaal af van de vraag die je hebt. We gaan even een vraag bespreken. Gegeven is driehoek ABC met A is 10, B is 5 en C is 6. En de opdracht is bereken alfa. Net als bij de sinusregel wil ik je ook hier altijd adviseren om even een schets te maken. Dus we maken even een driehoek. A, B, C. We weten dat A is 10, dus dat is die tegenover A. B is tegenover B is 5 en C tegenover C is 6. Dit is een typisch geval van een situatie waarin je de cosinusregel moet gebruiken. Je kunt namelijk de cosinusregel altijd gebruiken als je geen enkele hoek weet. En dat is hier het geval, we weten alle zijden, maar we weten geen enkele hoek. Dat is een typisch geval voor de cosinusregel. Ik wil weten hoek alfa, dus ik ga de vorm van de cosinusregel pakken waar hoek alfa in zit. En dat is de bovenste, want hier staat hoek alfa en daar hebben we beta en gamma. Dus we gaan die bovenste regel gebruiken. En die gaan we invullen. Dus we noteren. A kwadraat, dat is dus 10 kwadraat, is b kwadraat, dus 5 kwadraat, plus c kwadraat, 6 kwadraat, min 2 keer 5 keer 6, want dat is b en c. En verder doen we nog keer de cosinus van alfa, en die is onbekend, dus we doen gewoon zo keer cosinus alfa. En nu is het een kwestie van uitwerken en dan gaan we de waarde van alfa berekenen. Dus we krijgen hier 100 is 25 plus 36 min 2 keer 5 is 10 keer 6 is 60 cosinus alfa. Denk erom, een veelgemaakte fout is dat de mensen deze min 60 gaan doen. Maar dat mag niet, want er staat hier 60 keer. En keer gaat altijd voor, dus dit hoort bij elkaar. En dit stukje hoort bij elkaar. Je mag dat niet zomaar bij elkaar voegen. We krijgen hier dus 100 is 61 min 60 cosinus alfa. Zo. En nu gaan we deze naar links brengen. Dus dan krijgen we hier 39 is min 60 cosinus alfa. En nu gaan we links naar rechts delen door min 60. En denk erom, niet tussentijds afronden. Dus we noteren gewoon. Cosinus alfa is 39 gedeeld door min 60. Zo. En nu wil ik alfa weten. Ga ik even hierop schrijven. Om alfa te weten moet ik cosinus weghalen. En dat doe ik door aan de andere kant cosinus min 1 te doen. Dus we krijgen alfa is cosinus min 1 van 39 gedeeld door min 60. Dit toets ik in mijn rekenmachine. Dit is wat ik uitreken en daar komt ook het antwoord uit. En denk erom, alfa is een hoek. Hoeken doen we altijd in één decimaal nauwkeurig. Dus we krijgen hier 130,5 graden. En nu hebben we deze vraag helemaal netjes uitgewerkt. Belangrijk is dus, net als bij sinusregel, dat je weet welke letters waar horen, dat je de formule kent en dat je weet dat je de cosinusregel altijd mag toepassen in elke driehoek. We hebben nu een heel typisch geval gezien. Als je alle zijden weet, dan moet je altijd meteen denken aan de cosinusregel.
Dus houd het in je achterhoofd. Want aan het eind van het hoofdstuk heb je heel veel technieken geleerd, maar weet je misschien niet zo goed meer wat je in welke situatie mag doen.